Want dan kun je meedoen aan een winactie. En dat is een heel setje van deze spulletjes. Hallo en leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Ik ga vandaag een video opnemen wat heel erg nuttig is op dit moment. En dat is vooral om naar buiten te gaan. Want de zon schijnt. Maar ik ben heel erg wit. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Maar ik had nogal wat vragen over de zon en over de bescherming. En toen kon ik ook nog eens een samenwerking aangaan met P20. Het zonnebrandmerk wat 10 uur blijft zitten. Dus daar wil ik wel wat meer over weten. En 10 vragen heb ik uitgekozen uit de post die ik had geplaatst op Instagram. En die 10 vragen die ga ik straks stellen aan Bas. En Bas is dermatoloog. Dus die komt straks bij mij langs en gaan we al deze vragen stellen. Blijf ook vooral even kijken tot het einde van de video. Want daar vertel ik hoe je een heel setje van deze zonnebrandcreme kunt winnen. Wat ik verder nog wil vertellen over P20 is dat het dus 10 uur werkt. Je hebt verschillende flesjes. Eentje die spuit echt 360 graden. Dus helemaal rondom. Dat je echt meteen een supergoed oppervlakte gedaan hebt. Dat je eigenlijk niet eens meer hoeft na te smeren. En het geeft dus ook helemaal geen enkele witte waas. Je ziet het niet. Je ruikt het niet. Het is gewoon invisible. Nou, ideaal dus ook voor wanneer je bijvoorbeeld moeder bent. Ik spuit het bij Yola in de ochtend helemaal op. En dan weet ik dus dat ze 10 uur beschermd is. Oh, dit is trouwens de andere vorm. En dat is dan een soort olie. En die geef ik dan ook vaak aan Yola, dat ze die even zelf in haar gezichtje kan doen. Dus vindt ze altijd fijn om zelf te doen. En dan natuurlijk ook overal goed. Nu doe ik het even zo. Door de formules die in deze zonnebrand zitten, krijg je een hecht laagje op je huid. En je kan dus ook 4 keer 20 minuten zwemmen. En zelfs na het zwemmen blijft het nog zitten. Nou, daar zit ik dan. Ik zit hier met Bas. Bas is dermatoloog en jullie hebben het al gezien op mijn Instagram. Heel veel vragen zijn er binnengekomen over zonnebrand, over insmeren. Wanneer moet je nou insmeren? Hoe vaak moet je insmeren? Ik heb hier 10 vragen uitgekozen van de vragen die ik zelf eigenlijk ook het interessantst vond. En die ga ik nu stellen aan Bas. Hallo. Dus, wil je verder nog iets vertellen over waar je werkt misschien? Ja, ik werk in het Jan van Gooyen in Amsterdam. Ja. Dat is een kliniek in Oud-Zuid. En daar werk ik nu 2 jaar. Oké, en dan krijg je ook mensen met allerlei huidproblemen. Ja. Daar help je bij. Ja, heel veel. Ja. Heel veel. Ja. En met dit weer is het een goede tijd om de vragen te beantwoorden. Ja. Zeker. Een beetje vroeg dit jaar, maar ja, dit is wel echt de tijd waarin er ook huidverbranding kan ontstaan, maar ook op latere tijd huidkanker natuurlijk. Nou, ik ga de vragen stellen. Ik heb er een aantal die ik zelf interessant vond. Mijn andere dacht ik ook van, oké. Maar er zijn volgers die het leuk vinden om te weten, dus ik ga ze gewoon stellen. Ik heb een getinte huid, dus ik dacht dat ik geen zonnebrand nodig heb. Heb ik het nodig of niet? Ja, ja, iedereen heeft zonnebrand nodig. En wij zeggen altijd gemakshalve dat je eigenlijk tenminste een factor 30 moet smeren, ongeacht je huidskleur. Ja. Ik zeg zelfs in praktijk eigenlijk altijd factor 50. Dat is wel gewoon nodig. Ja, kijk, weet je, je moet niet bruin worden. Want bruin worden is een soort bescherming van je huid tegen zonschade. Dus bruin worden zoals we vroeger deden. Ik weet precies wat je bedoelt. Dat je op vakantie geweest bent en dat je bruin moet terugkomen. Anders dan heb je niet, ben je niet op vakantie geweest. Of dan ben je misschien alleen naar Terschelling geweest. Of dat je denkt, ik ga even eerst een paar keer onder de zonnebank. Want dan verbrand ik over de vakantie niet meer. Ja, maar dat is in ieder geval, dat is echt heel slecht. Pre-tannen, zoals het heet. Dat is bewezen heel slecht. De zonnebank is echt absoluut uit den boze. Ik verwacht ook dat dat binnen nu een paar jaar afgeschaft zal worden. Oh no! Dat je naar de zonnebank gaat. Of dat zonnebankstudio's überhaupt nog bestaan. Kan zonnebrandcreme ook duim gaan? Ja, dat is een goede vraag. Dus omdat, dat stelt echt elke patiënt wel een keer. Ja, dat kan, zeker. En het ligt een beetje aan of het heel erg in de zon geweest is. Hè? Want dan breken die conserveren en chemicaliën veel makkelijker af. Maar ik adviseer altijd gewoon na 1 seizoen een nieuwe zonnebrand te kopen. Officieel is het zo, als je het koel bewaart en als je het in de schaduw bewaart, dat je het in principe wel 3 jaar zou kunnen bewaren. Toch raad ik dat niet aan, weet je. Ik zou gewoon elk seizoen een nieuwe kopen. Want het is zonde als je, omdat je zuinig wil doen, opeens enorm verbrandt omdat het niet goed meer werkt. En meestal gebruik je zonnebrandcreme
op het strand of zo. Kun je, die vind ik zelf wel heel interessant, kun je door je kleding make-up verbranden? Ik denk het eigenlijk niet. Het ligt eraan of je heel erg dun linnen of zo draagt misschien, dan zou het denk ik wel kunnen. Mm-hmm. Maar in principe... Gewoon een normaal shirtje aan. Ja, een normaal shirt verbrand je niet doorheen. Nee. Daar had iemand gezegd, werkt de zonnebrand op de foto, dus deze, de P20, werkt die echt de hele dag? Er wordt 10 uur over gezegd. Is dat echt zo? Ja, het ligt er natuurlijk wel aan wat je doet. Hè? Want zij claimen dat je er 4 keer 20 minuten mee in het water kan. En als je iets claimt in de EU, dan moet het ook waar zijn. Dus ik denk dat echt wel waar is. Het ligt er ook echt aan wat je doet. Als je heel erg intensief sport en zwemt. En, daar is je dan zou juist ik... voor ontwikkeld. Precies, maar dan zou ik wel, als je het gevoel hebt dat je... Dat het weer wat gaat gloeien, tenminste dat merk ik zelf altijd, dat je het weer opnieuw aanbrengt. Oké, en dan nog een vraag die ik zelf ook heel interessant vind, want ik smeer mezelf altijd in met factor 50, vooral mijn gezicht. Ja. Maar word ik dan echt nooit meer bruin? Nou ja, kijk, in principe is factor 50 zegt niks meer omdat je, dat het 50 keer langer duurt dat je verbrandt dan dat je normaal zou doen. Je kan nog wel bruin worden, maar het gaat 50 keer zo lang zijn. Ja, eigenlijk wel, ja. Hoe ontstaan pigmentvlekken? Hoe kom je daar aan? Heel simpel, gewoon door te veel zon. Ja? En jij moet er ook een beetje aanleg voor hebben, denk ik. Dat ja, zeker. Ja, er zijn pigmentvlekken en pigmentvlekken. Je hebt natuurlijk zeker als jonge mama wat meer kans op een zwangerschapsmasker. Ja. Maar als je de pigmentvlekken bedoelt door zon, dan dat is vaak bij mensen boven de 40, 45. Dat is echt wel te veel zon. Ja, dus als je te veel zon hebt gehad, krijg je allerlei bruine vlekken op je handen. Ja, dat komt later omhoog. Hè? Ja, zeker. En als ik ben al zwanger geweest, maar ik heb nu nog steeds een verhoogd risico daarop op een zwangerschapsmasker, omdat ik nog moet ontzwangeren, toch? Ja, op zich is de grootste kans denk ik dat tijdens je zwangerschap dat soort plekken ontstaan. Mm-hmm. Het kan ook bij mannen ontstaan, dus die naam klopt ook niet helemaal. Oh, okay. Vanaf welke temperatuur moet je eigenlijk gaan smeren? Ja, dat vind ik lastig, want ze hebben het altijd over zonkracht en zo, maar dat vind ik van die een beetje vage termen. Hè? Dan moet je bioradar checken of online kijken op KNMI of zo. Maar wat ik altijd zeg is dat je gewoon tussen maart en oktober smeert. Ja, als gewoon zonnetje, standaard. Als het zonnetje een beetje schijnt, zou ik smeren. Ja. Weet je, want je kunt better safe than sorry. Je kunt beter gewoon smeren. Dan zit je altijd veilig. Ik heb zelf, voor mezelf doe ik eigenlijk altijd mijn gezicht. Maar bij mijn dochter heb ik eigenlijk altijd een beetje een regel. Zodra het weer is dat je een korte broek of een shirtje aan hebt, dan wordt dit ingesmeerd in je gezicht. Prima. Ja, lijkt me uitstekend. Ja. Ja. Er zijn heel veel dagcremes en foundations waar ook een factor in zit. Ja. Is dat ook voldoende als je beschermen wilt? Nee, denk ik niet. Nee, weet je, daar zit een beetje factor bij. En dat is natuurlijk prima voor... En wat ik zei, tussen de maanden tussen oktober en maart, maar tussen maart en oktober moet je echt gewoon smeren. Dan is een zonnebrand echt veel beter. En wat je kan doen als je natuurlijk make-up wil dragen, is dat je eerst je zonnebrand aanbrengt, het een kwartier laat intrekken en dan daarna je zonnebrand erop. Ja, dat kan zeker. Ja. De laatste vraag, die is meerdere keren gesteld. Hoe zit het met eczeem? Er werd gezegd, is het wel verstandig om zonnebrand te gebruiken die eczeem hebt? Ja, het is heel belangrijk dat je ook met eczeem je goed beschermt. Maar het is belangrijk dat je dan geen goedkope zonnebrand meer gebruikt waar parfum in zit en waar allerlei conserveermiddelen in zit. P20 kan prima en er zijn nog een heel wat andere merken in de apotheek verkocht. Ja, P20 zit geen parfum en geen geur. En geen onnodige conserveermiddelen waar mensen vaak allergisch voor zijn. Ah, dus dat is wel handig. Ja. Nou, heel erg bedankt voor alle antwoorden van de dermatologische vragen. Tuurlijk, graag gedaan. Ik hoop dat jullie er ook wat aan hadden aan al deze antwoorden. In ieder geval, laat in de reactie hieronder nog eventjes weten wat jij de handigste tip vond. Want dan kun je meedoen aan de winactie. En dat is een heel setje van deze spulletjes voor het hele gezin. Oeh. 3 stuks. Dankjewel voor het kijken en hartstikke bedankt Bas. Graag gedaan. Yes. Nou, eindconclusie van deze video is eigenlijk toch wel opmerkelijk dat je je altijd moet insmeren tussen maart en oktober in. Althans, als je natuurlijk veilig naar buiten wil op de plekken die blootgesteld worden aan de zon. Dus ik ga me vaker insmeren. Ik hoop jullie ook, want het is natuurlijk hartstikke belangrijk om huidschade te voorkomen. En allerlei andere erge dingen die je eraan kunt overhouden, wat niemand natuurlijk wil. En zeker voor onze kindjes is dat super, super belangrijk. Hartstikke bedankt voor het kijken naar deze video. Ik zie jullie heel graag weer terug in een nieuwe vlog. En abonneer als je het nog niet bent. Dan blijven jullie ook op de hoogte van die vlogs. En duimpje als je de video leuk vond. En vergeet niet de winactie en de reactie hieronder. Dankjewel. Doei doei. Rock that joint.